Dit is Barry. Een echt vakmens die vakwerk levert. Eerder werd hij in Studio Baarn verrast met spotlights. Barry! Ja, dit is een kleine overval. Ja. Je bent namelijk genomineerd voor een Vakwerk Award 2022. Ik ben nu in Kokkengen en in dit huis heeft Barry een waanzinnige keuken gemaakt. En dat heeft me echt nog even bezig gehouden, want die keuken die zweeft dus. Geen idee hoe. Barry. Goedemiddag. Nou, de laatste keer dat ik je gezien heb was in de studio, hè? Ja, dat is eventjes geleden. Een beetje bijgekomen van de schrik? Ja. Dit is leuker, hè? Gewoon je project laten zien. Ja, relaxer en... Kom binnen. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik heb er nog eigenlijk vaak aan gedacht en denk... Hoe? Die woning is ook wel waanzinnig, hè? Ja. Ja. Heel mooi. Nou, dit is het... Shamer. Project. Ah, dit is wel echt heel bijzonder. Maar door het zweven is het echt heel luchtig. Ja, het is niet een heel massief blok, zeg maar. Nee, staat. Echt bizar. Er ligt een blad op. Dus ja. Als die door gaat hangen, kan het blad scheuren. Ja. De laadjes kunnen niet meer goed open. Ja, nee, als het door gaat hangen, het moet allemaal heel stevig zijn. En het blad natuurlijk ook, want het blad gaat door de palen heen, zeg maar. Juist, De opening van het blad, natuurlijk wel een sleuf, want anders kan het niet. Maar nee. Dat is kleiner dan dat de paal is, zeg maar. Dus we hebben de paal ook helemaal ingezaagd. Maar dit moet jou toch ook wel doen, toch? Elke keer als je... Natuurlijk, iedere keer als ik binnenkom, denk ik, jee, wat onwaars gaat. Ja, want hoeveel meter is dit, joh? Ik dacht een meter of 7, dacht ik, even uit mijn hoofd. Bizar, joh. Wat een lel. Ja. Wat een lel. Ja, het is echt heel groot en het is ook echt heel stevig, zeg maar. Het gaat echt helemaal niks, doet het. Nee. Ongekend. Dus dat is... Dat was wel een hoofdbreek. Ja, mag gewoon kijken. Je ziet toch niks, dus... Je ziet toch... Nee, inderdaad. Oh, ledverlichting nog. Ja, nou verlichting gedaan om het wat nog voor 's avonds even wat luchtiger te maken. Zeg maar. Ja. Dat je nog meer benadrukt dat hij zweeft dan. Ja. Dus eigenlijk was de grote uitdaging misschien nog niet eens de lengte. Maar echt om ervoor te zorgen dat hij niet... Dat hij niet zo doet. En bij de eerste keuken hadden we dat wel een beetje het probleem, zeg maar. Dus toen hebben we alles weer eraf moeten halen en gaan puzzelen. Hoe dat op te lossen. Want kan je niet van tevoren... Ja, als het de eerste is, dan voorzie je dat niet, zeg maar. Nee. Maar het moet ook zo stevig zijn dat je ook nog... halverwege erop moet kunnen staan, zeg maar. Ja, dus jij kan nu Ik kan nu gewoon hier erop klimmen. En dat is helemaal geen probleem, zeg. Dat is toch bizar, hè? Ja. Ik weet niet zo zwaar, maar... Nee. Nee, maar goed. En door een goede constructie te maken. Hij gaat toch niet zeggen hoe die... Nee. Ooit wel eens meegemaakt dat je de vraag kreeg voor iets... dat je zegt, maar dat gaat niet. Dat is te lastig of dat... Soms hebben we wel eens iets van... Jezus, dat is wel heel ingewikkeld wat ze willen. Maar gewoon puzzelen en... het is puur aan een constructie. Dan maken we gewoon een constructie nog precies veel sterker. Je moet niet neerzetten en... Nee, je kan er net een kopje op zetten. Ja. De andere drie juryleden die komen eraan. Dus die gaan ook nog een kijkje nemen. Ja. Maar thuis mag je ook meestemmen. Want we hebben de publieksprijs. En dan 9 juni bij de Bouwfestival XXL. Dan ga je horen... Ja. Of je gewonnen hebt. Ja, ben benieuwd. We gaan het zien. Nou, dat zou je ze hebben, hoor. Zo. Gewoon zo. Leuk je weer te zien. Nou, dank je. Kijk, kom maar binnen.